Ja, en we gaan weer vertrekken. We gaan de deuren sluiten. En als het groen wordt linksboven de cirkel, dan kunnen we weer vertrekken. Laten we hopen dat we weer in één keer door kunnen trekken. Lukt weer niet. Lukt weer niet, lukt weer niet. We gaan even binnen weer aan die parkeerrem drukken. Ik heb een vermoeden dat dat steeds het probleem is. Nee, is niet het probleem. Nog maar eens drukken, ik weet het niet. Ja, ik hoor toch al geluid. Ja, we zijn vertrokken mensen. Het ligt toch in die handrem hoor. We zijn weer weg. We gaan nog naar Stolberg. 3 kilometer. En dat is leuk, want in Stolberg heb ik familie wonen. Ja, geloof het of niet. En dat had ik eigenlijk moeten weten, dat Stolberg er nog aan zou komen. We gaan de tunnel in en dan springt hij automatisch op cockpit. En dit is maar 2 kilometer jongens. Ah, kijk toch eens hoe mooi jongens, kijk toch eens hoe mooi dit spel gemaakt is. Ik werd er echt verzot op. Kijk eens hier, die industries, wat inderdaad ook in Stolberg heel veel zijn, industriegebied. En heel Duitsland trouwens langs deze route. Veel industrie. Erg realistisch spel. We gaan een beetje meer hebben. ...20% bijremmen. En dan gaan we zo Stolberg al binnenrijden naar een kilometertje. ...5% te remmen aan. We gaan eens kijken. Daar is het station. Daar komt de ICE-trein waar ik zo graag mee rijd. We gaan zo de remmen in jongens. 500 meter. Het station van Stolberg. Wat leuk, wat leuk. Hier zijn de markeringen. Hier gaan we goed de remmen in. En misschien dat we nu dus... Het is heel mooi kunnen stoppen. Ah, de gele vlak is ook goed. Het groene vak. Het gaat steeds beter, jongens. We gaan die deuren open doen. Aan de linkerkant. Kijk eens de mensen in en uitstappen. Wat is dat toch leuk om te doen, jongens. Echt waar, echt waar. En we gaan meteen doorrijden zo naar het volgende station. Gewoon in dezelfde video proberen we dat te doen. We wachten heel even tot de passagiers in en uitgestapt zijn en die tijd om is. En dan rijden we door. En dan zie je zo weer aansluitend.